vanaf het begin dat ik het las, dacht ik, wauw, als iedereen dit zou weten, dan zouden we zoveel meer mensen op zo'n betere manier kunnen helpen. Ik ben Carina en ik ben hier omdat ik, ik werk in de psychiatrie. En wat ik merk is dat je heel erg bezig bent met de problemen die op de oppervlakte liggen. En ik ben hier via Ryan dan gekomen en daarin heb ik gemerkt dat je veel dieper kan gaan in je coaching en in je therapie. En dat je eigenlijk veel meer moet met de kern van het probleem. Ja. En ik ben echt hier om dat te leren, om daar te komen en zelf. En bij een ander. Ik ben Jasper, 20 jaar. Ik was op zoek naar mezelf. Ik begin mezelf nu steeds beter te vinden eigenlijk. En daarmee ook mijn zwakheden. Ja, mijn negatieve punten, en die probeer ik eigenlijk gewoon te transformeren. Sinds ik de eerste cursus al heb gedaan, merk ik gewoon van wow, je loopt er echt doorheen. Je kan mensen echt helpen met hun problemen. En gaandeweg wordt het steeds beter en beter. Heb ik zelf zo mensen geholpen met het probleem te transformeren. Dus ja. Hey, welkom, ik ben René. En ik ben Suzanne. Wij zijn de trainers van het Bur Health Training Center. Wij geven onze trainingen hier op landgoed De Horst in Driebergen. Een prachtige plek. Prachtige plek. En op deze prachtige plek geven wij eigenlijk drie pijlers van ons trainingcenter. De eerste opleiding heet de Bur Methode Transformational Coaching. Dat is nu gaande met een groep van prachtige mensen. En wat we ook bieden is de spirituele hypnotherapie opleiding. De tweejarige opleiding die heet Het Medicine Wheel is dat. En dat is echt iets prachtigs. Dat is onze kennis vanuit het Inca-shamanisme, zoals we dat ervaren hebben en ook onderricht hebben gekregen. En waar we eigenlijk meer dan 10 jaar fulltime in onze praktijk mee gewerkt hebben. Dus we zijn eigenlijk heel trots en heel blij dat we deze trainingen en opleidingen mogen geven, dat we deze kennis mogen overdragen. Ja, en we verwelkomen iedereen die interesse zou willen hebben in deze materie. Normaal, doe maar gek genoeg. Hebben jullie daar nog steeds last van? Volg je dat nog steeds? Weet je wel? En als je dat doet, is het gewoon een flauw excuus om niet te doen wat je eigenlijk wil doen en waar je voor bent. Omdat je kijkt niet naar hè, wat ligt er op die oppervlakte. Je kijkt wat zit daar nou binnenin jou, wat los moet. En dat het besef dat dingen echt los kunnen, dat je dingen los kunt laten en dat je er dus niets meer mee hoeft. Ja, dat was zo'n eye-opener niet te doen. Dus die methode die is zo krachtig, zo sterk. Ja. En dat zie je ook bij iedereen gebeuren. Oeplagen die het aanbrengen worden losgelaten. Hey, dan krijg je dit eigenlijk. Hey, een beetje zo heen en weer slingeren. Tussen oud en nieuw. Tussen oud en nieuw heen en weer slingeren. Ja. Dus als je dan een klant ook aangeeft, ja, dit was oud en dit is nieuw. En je zit ook al in het nieuwe, hè, dat horen jullie allemaal. Nou, dan help je ze gewoon. Om ook dat volgende been in het nieuwe te zetten. En het is ook een keuze. Of je echt in het nieuwe met allebei voeten wil stappen. Of je een beetje in een weer wil slingeren. Het feit dat we retraites aanbieden is omdat mensen eigenlijk in hun proces zelf gaan, maar ook de leercurve aanzienlijk hoger is door dus hier ook te verblijven en van A tot Z volledig met de materie bezig te zijn. Dat was in het begin toen ik dat zag, dacht ik, moet ik daar ook gaan slapen? Dat is ook even uit je comfortzone, maar weet je, meteen als je hier bent, denk je, ja, dat is gewoon nodig, want je doorstaat zoveel. En je zit natuurlijk in een proces waarin je leert, maar waarin je zelf ook heel veel opruimt.
voelt het eigenlijk heel veilig en fijn om hier te blijven. En om dat avondeten weer met die groep te doen. En meteen dat ontbijt en dat ochtendprogramma ook weer met die groep te doen. Ik zou me eigenlijk zelfs niet kunnen voorstellen dat ik naar huis moet en dan weer terugkom, zeg maar. Ja. Dat lijkt me juist heel raar. Ja. Ja. Dus dat is echt een mooie toevoeging, omdat je echt met elkaar in dat gevoel blijft. Je creëert ook een band met mensen. Je gaat met contact met elkaar en door hier ook te verblijven krijg je nog meer een band, want anders zou je weer ergens weggaan. En deze landgoed, ja, het geeft mij een beetje een vakantiegevoel. Dus net wat ik hierin lig, ik zeg, die mogelijkheid hebben ze hier, nou, dan begrijp ik hem ook. Suzanne vindt, is ze laat het jezelf bedenken. In plaats van dat ze woord voor woord vertellen wat je moet doen, leren ze hoe je kan luisteren naar je eigen gevoel om te weten wat je zelf moet doen. Want elke situatie is natuurlijk anders en ik vind dat ze heel mooi dat voor elkaar krijgen, dat je dat zelf kan brengen. Wat ik ook echt top vind is dat ze de mogelijkheid geven om door middel van de cursus je eigen stukken los te laten, waardoor je volgens ook weer helpt om andere mensen stukken los te laten. Dus die combinatie daarvan vind ik echt vet. Sowieso die interactie tussen die twee, daar geniet je al van. En ik ben zelf best wel nuchter opgevoed en ik vind het heel mooi hoe zij toch ook die nuchterheid neerzetten. En hoe René zijn Noord-Hollandse bloed, wat je er lekker af en toe voorbij ziet komen en die interactie samen. En vooral, ze geven je zo'n warm en sterk gevoel. Je voelt gewoon door hun energie, nou, ik denk dat ik dit gewoon wel kan. Terwijl je best wel ook, ik kan best wel ook in mijn onzekerheid zitten, maar ik denk gewoon, ja, als zij denken dat ik het kan, ja, dan zal het ook wel zo zijn. Ja. Dat stralen ze echt naar je uit. Het eerste wat mooi opkwam is powerkoppel. Gewoon de ene vult de andere aan. En daardoor creëert het gewoon een sterke band en een vertrouwensband. Dus net als wat je merkt, je begon de eerste dag, kom je binnen, je voelt gewoon veilig. En ik denk dat de meeste mensen daar op zoek naar zijn. Zich veilig voelen, zich goed genoeg voelen om zich dingen te kunnen loslaten. En ik denk dat dat hun kracht ook is, om dat te creëren. APPLAUS.